De familie knots. Hallo, wie spreekt mij? De familie knots. Oh, zoek dekking! Bij het krieken van de dag heeft de hele familie Knots al ontbeten. Behalve oma natuurlijk. Het is toch kras, hè? Nou is er dus alweer gif in de grond gevonden. Het is een schande en dat is het. En al die aardappelen die wij uit de grond halen, die kan je zeker gewoon opeten, nou. En stikt ook van de nitrieten. En de zee. Vis eten is tegenwoordig ook niet meer ongevaarlijk. Nou, daar kan je vergif op innemen. Goedemorgen, oma. Sorry dat ik nog niet aangekleed ben, maar mag ik even opbellen? Spring maar, jongen. Hoe werkt dat ding? Moet je aan de slinger draaien en dan krijg je tante Til aan de telefoon. En die draait dan het nummer wat je hebben moet. Ja, die oude zeemelaar wou niet zo'n modern ding. Ja, hallo. Ja, sorry, tante Til, maar zou u even voor mij 26098 willen draaien? Ja, ik wacht. Zeg, ik wil niet veel zeggen, jongen, maar je ziet er beroerd uit. Ja, nou, zo voel ik me. Hallo? Ja, collega, hier met meester Vogel. Zeg, ik kom vandaag geen les geven, hoor, op school. Ik ben zo beroerd, ben zo ziek als een hond. Mijn buikpijn. Beetje griep of zo. Zou jij mijn kinderen er vandaag bij kunnen nemen? Rekenen, gewoon volgens boekje 4. Geef ze vanmiddag maar vrij. Ja, bedankt, ik duik er weer in. Ciao. Zeg, misschien heb je iets verkeerds gegeten. Het is snackbar. Ja, friet misschien. Ja, aardappels zijn misschien wel giftig omdat ze uit de grond komen, ja. Ik heb gisteren alleen maar brood gegeten. Nou ja, die soep van u. Die was toch prima? Dat kan toch niet geweest zijn? Nee, natuurlijk niet, nee. Ja, misschien heb je wel een buikgriepje of zo. Hè? Dan moet je niks eten. Hè? Daar knap je echt van op. Ja, lekker eitje. Oh, vergeet het te koken. Het is slijm, Zoe. Opa is ook al vroeg uit de veren. Het lijkt wel of hij iets zoekt. Fiet. Kom dan bij het baasje op, omdat je daar rondloopt. Goedemorgen, opa. Zo, jongen, wat moet jij? Je moet jij niet naar je werk? Ik heb een dag vrijgenomen. Oh. Dat was wel eens nodig, bevond ik. Ja, inderdaad, ja. Ambtenaren worden zo gaan moe van niks doen, hè? Fiet. Roept u de hond wellicht? Ja, kreng is zoek. Oh, heb jij hem misschien soms gezien? Geen zins. Ja, gisteren, voor het laatst. Ja, he, ik ook, ja. Hij lag vanmorgen niet meer in de mand. Het voetsie verdwenen door het op. Dat zou zo'n krenk toch ook de nek omdraaien. Och, toch niet? Ja. Dat is toch gemeen? Bij wijze van spreken, natuurlijk. Gelukkig maar. Slimmerik. Fut, kom dan bij de baas. Hallo. Ah, niet Herbert. Hey, moet je niet werken vandaag? Ik heb een dag vrijgenomen om eens te ontspannen. Kijk eens, ik heb een speekoffertje gekocht van mijn zelfverdiende loon. Ja, laten we zien. Oh, dat is een dokterskoffertje. Denk je niet dat je daar veel te groot voor bent? Volwassen mannen hebben toch ook treinen en modelboten? Dat komt veel voor. Hey,
Wacht eens. Iedereen mag zijn heug en zijn beug. Als je naar de boven gaat en je ziet Arend, zeg dan dat hij op moet schieten, want hij komt veel te laat op school, jongen. Dat kan helemaal niet als je onderwijzer bent. Misschien dat hij ook een dag vrijgenomen heeft, wellicht? Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Hoewel hij daar niks van tegen mij heeft gezegd. Nou ja, weet ik veel. Heel af en toe wordt ons aller tante Til bevangen door ijdelheid. Nou, ik mag het anders nog best wezen hoor, op mijn leeftijd. Ja, als je het zo bekijkt. Ja! Ik ben wel niet moeders mooiste, maar toch wel razend artistiekerig over de hele linie. Al zeg ik het zelf. Ja, want als ik het zelf niet zeg, dan zegt niemand het, hè. Alarm! Ik ruik gifgas als zodanig. Tinnetje, naar het balkon, voor je eraan bezwijkt. Jij bedoelt toch niet mijn nieuwe parfum, hè, Frederik lievertje, waar ik mij gisteren mijn jurk zo rijkelijk mee besprenkeld heb. Oh, waar is die fles? Zo met zo'n ronde dop. Ach, nou ja, die komt wel weer boven water. Ah, heerlijk. Oh, wat een stank. Tinnetje, weet je wel zeker dat het parfum is en geen gifgas? Mijn hele speurneus staat dicht. Ja, zo is dat genoeg, hè. Als ik eens een keer een complimentjes vis, dan vang ik alleen maar botte opmerkingen. Binnen. Goedemorgen. Ik heb vandaag een dag vrij en... Excuseer, wat een ongebruikelijke stank om ons heen. Zie je nou wel, Tilletje? Je maakt je schuldig aan luchtvervuiling. Snel laten stomen, die jurk. Oh, wat is er dan met die jurk? Ze heeft hem besprenkeld met gifgasparfum. Ja. Hou de nummer over op. Zo, wat heb je er eigenlijk bij, je nieuwe kind? Oh, dat is mijn nieuwe spelendingetje. Een doktersvaliesje. Oh, dat is ook toevallig. Of heb jij je soms ergens schuldig aan gemaakt, bakker, en probeer je dat nou allemaal weer te verhelpen? Hm. Oh? Zo, wacht eens. Wat bazel je nou toch weer? Die rare vogel van boven is ziek. Men denkt een buikgriep, maar ik vermoed een vergiftiging. Beheers je nou toch een beetje, zeg. Al het overdreven gaan doen. Het is een en al gif wat bij jou de klok slaat, hè? Logisch. De kranten staan er vol van. Ja, oh, lief Herbert. Waar sluip jij zo naartoe, hè? Hm? Wat? Waar je naartoe sluipt, gek? Oh, naar meester Vogel. Naar mijn koffertje. Hij behoeft een dokter. Klaarblijkelijk. Zeg, je bent hier. Je blijft hier. Je bent helemaal van lotje getikt, zeg. Maar ik wou alleen maar eventjes zo aan zijn borst luisteren. Frederik, lievertje, hou hem in de gaten en vooral hier. Hands up, maar weer makker. Ik ga zelf even kijken hoe die arme arendvogel erbij ligt. Zeg, neef, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik vlucht het balkon op. Die stank is niet te harde. Exact. Huh? Exact. Ja. Doe maar raak, stop maar rotzooi in de grond, maak de lucht maar ongezond. Doe maar raak, dump maar giftig afval in de oceanen, kom er daarna nooit meer aan. Doe maar raak, lekker slordig, links en rechts nog wat verdriet, want dan proef je lekker niet. Maar het goed is, kom met de spuibus in de hand, maken wij onszelf een kant. Doe maar domme, doe maar raak. Doe maar domme, doe maar raak. Doe maar domme, doe maar raak. Met bijna alles is het mis. Groente, fruit, vlees en vis. Doe maar raak. Beetje klussen, want het lijkt het nog heel wat. Het lichaam is een vuilnisvak. Doe maar raak. Lekker slordig stoepen, eet maar uit de muur. Het is noodlottig op den duur. Ach, wat is goed. Hou je oren maar goed dicht voor elk giftig nieuwsbericht. Doe maar domme, doe maar raak. Doe maar domme, doe maar raak. Doe maar domme, doe maar raak. We doen veel voor de toekomst van onze kinderen. De welvaart heeft ons in zijn greep. Maar voordat onze kinderen volwassen zijn, is de wereld al lang om zeep. Is de wereld al lang om zeep.
Ondertussen probeert oma de soep nog lekkerder te maken dan die al is. Zalig soepje wordt dit toch. Het ruikt ook zo smakelijk. Zo. Alle mensen, wat een stank. Wat doe je nou toch weer, Johanna? Ik heb toch zo'n zalig soepje gemaakt, ouwe Zemla. Wil je wat proeven? Nee, aan mijn nood niet. Kijk wel uit. Ik ga liever gewoon dood. Meester Vogel vindt hem anders heerlijk. Ja, natuurlijk. Die slijmjurk durft niet te zeggen dat hij het eigenlijk niet door zijn strotje kan krijgen. Hij is een beetje ziek vandaag. Hij zal wel vlug opknappen van een kommetje overheerlijke soep. Wat loop je toch onrustig heen en weer? Ja, jij kan mijn draai niet vinden, ja. Ik loop nog de hele morgen naar die hond te zoeken. Leg die dan niet in de mand? Nee, dat zie je toch. Oh, ja. Maar dat beest mag uithangen. Ja, gisteren was hij er nog. Ik heb hem zelf nog mee uitgenomen toen ik soepvlees ging halen. Heb jij met de handen naar mijn hond gezeten? Ja. En toen? Ja, nou, toen heb ik hem dus bij de slagerswinkel aan het fietsenrek gebonden, want hij mocht niet mee naar binnen. Wat? Heb je dit arme beest helemaal mee naar de slager genomen? Ja, hij vond het anders best wel eens leuk, dacht ik. En toen? Toen heb ik vlees gekocht en toen ben ik de winkel weer uitgegaan en toen ben ik gewoon naar huis gegaan. Heb ik gewoon dus de hond vergeten. Heb je die arme stumper de hele nacht buiten laten zitten? Johanna! Ja, dat heb ik gedaan, ja. Iedereen vergeet wel eens wat. Als er ook maar wat met mijn hond gebeurd is, Johanna, dan is het. Iedereen maakt wel eens een foutje. En ik nogal vaak. Ondertussen ligt meester op zijn gemak uit te zieken. Mag ik boven komen? Patiënt? Ja, natuurlijk. Kom maar. Ik hoop alleen dat het niet besmettelijk is, hè? Zo. Waar brandt de pijn? In mijn buik. Hans, je dacht vanmorgen dat u te laat zou komen. Oh, was ze ongerust dan? Nogal, ja. Maar ik heb gewoon gezegd dat u een dag vrij had. Zo. Zeg eens A, dan zal ik eens kijken wat er aan schort. Zeg eens A, of B, mag ook. Wat is dat nou toch voor een flauwekul? Nou, ik heb zo'n leuk valiesje gekocht. Allemaal dokterspulletjes in het klein. Nou, ik ben echt te ziek hoor, voor die flauwe geintjes. Weet je wat, gaan we met onkel X spelen, hè? Dat is ook z'n halve garen. Jammer dat u niet meewerkt. Maar ja, alleen al om al die kleine vriemelige spullen dingetjes vast te houden is al een heel speciaal gevoel. Ja, ik geloof je graag hoor. Oh, de zieke heeft bezoek, zie ik. Laat mij dat maar doen. Huh? Zo. Wat is dat voor vloeistof? Soep. Een heerlijke, hè, meester Vogel? Ja, is lekkere soep, oma. Dank u wel. U bent een echt verpleegstertje. Ja. Ik heb mijn fouten, maar ik heb ook mijn deugden. Nou, die soep is dan in ieder geval een van uw deugden. Die soep ruikt net zoals de jurk van tante Til. Maar dat is dan ook een soepjurk. Wat een grapjurk ben ik toch. Oh, een soepjurk. Wat zei hij? Ik weet het niet, oma, maar ik heb soms het gevoel dat hij een beetje vreemd is. Ja. Wat had hij toch voor een koffertje bij zich? Wat? Speelgoed dokterskoffertje. Ja, hij kwam mij even beter maken. Je moet je toch ook nog rustig houden, jongen. Ja. Ik nam maar eerst eens de soep op, hè. Ja. En rustig, hè. Het ruikt inderdaad een beetje naar rotte bloemen. Ja, het smaakt toch prima?
Met de wagen. Hé, heeft u hem weer gevonden? Ja, kind. Zo te zien mankeert het beest niks. Maar hoe die daar zat, wachtend op het baasje tot hij eindelijk verlost werd. Toen ik hem zo zag zitten, kon ik wel janken. Die stumpert. Oma zal wel blij zijn dat ze goed is afgelopen, hè? Ach, oma, die is dat toch al langer weer vergeten, kind. Zo, hoe vergeetachtig die de laat. Ik heb wat angst eruit te staan. Of de tras wel uitdraait. En of ze s'nachts de ramen niet open laat staan. En dan gaat zomaar door. Ja, ze doet het toch niet expres? Nee, dat weet ik wel. Nou is die vogel van boven weer ziek. Buikgriep of zo. Oh, is Arend ziek? Ja, ja. En oma en maar soep voeren. Nou, het zou me niks verbazen als het juist dag van die soep kwam. Ze bedoelt het wel goed, maar dat loopt altijd verkeerd af, hè. Nou, het lijkt mij afschuwelijk, hoor, als je dat hebt. Ja, kind, en daarom zegt opa er maar nooit wat van. Jongens, smullige blazen. Oma heeft me toch een verrukkelijk soepje gemaakt. Oh, Frederik, lievertje, neef Abbot. Niemand? Oh, dan vreet ik het allemaal lekker zelf op. Nee, stop, stop. Niet eten, die rotzooi. Dit is de regelrecht vergif, die troep. Ze moet je alleen al ruiken hoe het stinkt. Nee, dat is mijn jurk die zo stinkt. Nou, mag ik nou eens eventjes eten, hè? Ik rammel, zeg. Til, eet het nou niet. Oma heeft het gemaakt. En dan weten we wel weer hoe laat het is. En we hebben ook al één ziek in huis. Dan moet u eens niet zo onaardig wezen, hè? Ga nu maar zitten op die stoel en proef eerst maar eens eventjes voordat u erover oordeelt, hè? Zo. Verrukkelijk. Echt? Wat ze mijn hond geflikt heeft, gelukkig eet het beest nooit. Doe maar niet zo onaardig en proef nou maar eens, hè. Zeg, oma is er toch niet bij, hè? Nee. Nou ja, als je belooft niks te zeggen, dan wil ik wel één hapje proberen. En? Nou. Ja. Nee, het is niet slecht. Nee, nee, het ruikt afgrijzelijk, ja. Maar het smaakt verrukkelijk. Ajo! Oh, neef Herbert, kom eens even zitten, zeg. Oma heeft me toch een zalig soepje gebrouwen. Hier, zo, moet je ook soep? Kijk eens. Opa vindt het zelf ook om op te vreten. Dat is natuurlijk ook weer overdreven. Viel toevallig eens een keertje goed uit. Nou. Hij wil zich niet laten kennen. Nou, moet je soep, hè? Nee, honger heb ik niet. Oh, zeg, heeft Frederik lievertje je nog een beetje in de gaten gehouden? Oh, onkel X, jawel, we hebben op het balkon vertoefd. Waarom dat dan? Nou, vanwege die walmende jurk van u. Ja. Die soepjurk. Zeg, gedraag je, wat valt het te lachen? Hè? Niet veel soeps. Zo. Dan komt de baas weer eens gezellig zo met jou zitten, hè? Ja. Kijk hem daar toch eens slapen in zijn eigen mandje. Ja. Het zal vanmorgen wel flink gepest zijn, hè, door die kleine ettertjes. Ja. Met stokken en stenen en zo, hè. Ja, wat dat doen ze. Ja. Wat word ik me nou toch... toch... in ene zweterig. Ik krijg ook een beetje buikpijn. Ik zal toch niet ziek worden. Oh, die stinksoep. Wat heeft oma allemaal in de soep gemieterd? Nou. Ja, 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 dat is hetzelfde. Dat is, dat ruikt precies, dat is, dat lijkt wel parfum. Onkel X, onkel X, ik ben vergiftigd in mijn bloedeigen huis. Ik zie allemaal van die rare stippen voor mijn ogen. Oh, ik voel me geradbraakt. Oh. Oh. Nee, wat doe je dan toch weer? Nou, ik kom u helpen met mijn doktersvaliesje.
Zegt u maar eens A. Och, blijf uit mijn buurt, zeg. Kwel me toch niet zo met je eeuwige spelletjes. Zie je dat niet dat ik zo ziek ben als een hond? Hoe kan dat nou toch zo plotsklaps geschieden? Zo even zat u nog heerlijk te smullen. En even later bent u van een buikgriep bevangen. Ja, het is die soep. Als ik het woord al zeg, dan stijgt mijn middenrif. Ja, maar als u nou eens A zegt, dan kan ik zien of het door die soep komt wellicht. Blijf van mijn lijf! Hans! Tilletje, ben je nou ook al ziek geworden? Oh, hou mijn hand vast, vriendin, lievertje. Tilletje, weet jij wat dit voor een fles is? Hoe is mijn nieuwe parfum? Ach, gooi maar weg. Wat heb ik er nog aan? Ik heb de vermoedens en de bewijzen dat oma deze fles door de soep heeft gegooid. Oh. Ah, wat? Opa is ook al ziek. Hij vond deze fles tussen de soepingrediënten. Oh, wat onverstandig van oma. En opa is razend, ook al omdat oma gisteren zijn hond had weggemaakt. Dit gaat te ver. Mijn parfum. Oh, door de soep. Gaat u met de roze verf werken? Ga je oma een lesje leren, Tilletje? Niet te streng zijn voor oma, hoor. Het moet gebeuren. Oh, een klolletje roze. Hier. Een klolletje roze. Oh, daar. Ja, maar waarom moeten we nou in dit restaurant eten, ouwe zemelaar? Ik had toch zelf ook zo wat klaar kunnen maken. Nee, Johanna, we blijven in dit restaurant, punt uit. Wilt u wat bestellen? Nou, ik niet hoor, meneer. Ik heb al gegeten en gedronken. Prima, dus u bent al geweest. Ja, mevrouwtje. Maar mevrouw wil het menu van de dag. Ja. Ah, minuutje van de dag. Ja. Zeg, maar wat is dat dan, ouwe zemelaar? Dat zal je maar zien, Johanna. Zo, soep. Mevrouw. Soep, ja. Zo. Kijk eens aan. Zeg maar, meneer, er zitten allemaal haren in. Ja, dat klopt. Die zijn van mij. Ik heb namelijk een beetje last van haaruitval. Ja. Dat is toch vies, ouwe zemelaar. Ja, Johanna, lekker opeten, hè. Toen neem nog een hapje. Opschieten, mevrouwtje. Oh, zo, kijk eens hoe lekker dat smullen er allemaal uitziet. Zie je dat? Dat wordt smullen, hè? Zo, kijk eens aan. Lekker. Zo. Wat is dat dan? Dat weet ik zelf ook niet, mevrouw. Dat moet u mij niet vragen. Ik rotzooi ook maar wat dan in de... Oh, u knoeit me neer. Zo, ja, ik ben wat onhandig, hè? Ja. Maar pech had. Ja, dat weet ik hoor. Ja, maar die vent is een viespeuk. Ja. Ouwe zemelaar. Zeg, zouden er daarom ook geen andere mensen hier zitten te eten? Wat denk je? Doe, Johanna, kom, eet een hapje. Ja, maar misschien word ik er wel heel ziek van. Ja, net zo ziek als ik van jouw soep, ja. Ga opschieten, mevrouwtje. We gaan hier tempo, tempo. Kijk eens al, zo gezellig. Uw na... gerecht. Ja, sorry, ik ben een beetje verkouden, hè. Ik heb ook nogal last van een natte neus, namelijk. Dat komt van het hangen boven die pannen. Ja. Begrijpt u? Daar kan ik helemaal niks aan doen. Kan je niks aan doen, nee. Eet maar. Ja. Oude zemelaar, we stappen op! Nee, Johanna, je gaat zitten en je eet de toeter. We stappen op! Johanna! Johanna! Johanna, blijf met je handen van de pot af. Johanna! Stoor ik? Nee hoor, oma. Ik lig me wat te lezen. Het is best lekker zo'n dagje vrij. Heb je de soep soms al op? Nou, niet helemaal, oma. Vindt u het erg? Nee, zeg, gelukkig. Ja, kijk. Zit zo die soep, die is... Linker soep? Ja. Ja, die oude zemelaar, die had helemaal gelijk. Zeg, die soep is regelrecht vergif. Ik had de verkeerde fles gepakt. Spijt me zo voor je, jongen. Ach, oma, dat geeft toch niks? Ik ben er al lang overheen. Nee, maar tante Til en opa zijn ook al ziek. Je bent nou eenmaal een beetje onhandig, hè? Soms. Nee, dat mag geen excuus zijn, nee. Ik moet gewoon beter leren opletten. Oh, kan ik nog wat voor je doen? Ja, oma. Eigenlijk snak ik naar een kopje thee. Komt in de bus. En, oma? Ja? Gewone thee, graag.
Ja. Simla. Het spelendingetje is loos van waarde. Niemand wil meedoen. Hé, hey, neef Herbert, je komt als geroepen, jongen. Hé, hey, ik wil even naar Arend op zieke bezoek. Oh, we weten niet waar die ziek van is. Van gifgasparfum in oma's soep. Bedoel je voedselvergiftiging? Ja, opa en tante Til ook. Maar het gaat wel weer over, hoor, want parfum vervliegt namelijk. Ja, ja. Zeg, hey, wil je dan alsjeblieft even op de winkel letten? Je weet hoe het moet, hè? Wie is er erachter? Ga maar gauw. Ja? Oh. Fijn gevoel, winkel meneer zijn. Ajo. Wat is er van uw dienst wellicht, kind? Hoeveel kosten die? Die wil ik hebben. Oh, die boeken. Jij mag die boeken hebben als ik jouw spelendingetje mag hebben, hè? Dit is namelijk een ruilwinkel. Spelendingetje? Wat? Deze boot? De koop is gesloten. Ajo. Ja. Er gaat maar niets boven een nieuw spelendingetje. Schip Ahoy! Oh. De familie knot. Oh, zoek dekking! Shit!